Welkom bij de Productief Slopen 16.4 Biocast. We kijken naar wat er gebeurt met het hemoglobine. Het hemoglobine wordt omgezet in heem. En dat heem wordt op zijn beurt weer omgezet in biliverdine. Onder afsplitsing van ijzerjonen. En die ijzerjonen worden in de lever omgezet in ferritine. Een eiwit. De biliverdine wordt op zijn beurt nog weer omgezet in bilirubine. Dat kan worden uitgescheiden. Hier is een levercel met een villus. Je ziet hier een mitochondria. Er zijn er veel, dus er wordt veel werk verricht in die cel, is veel energie nodig. Glad endoplasmatisch reticulum en heel veel ruw endoplasmatisch reticulum. Er worden dus veel eiwitten gemaakt in deze cel. Een Golgi-apparaat is er natuurlijk. En een galkanaaltje. En hier zijn vetdruppels te zien. En het grote donkere ding is natuurlijk de celkern. Alcohol is voor de lever een probleem. Dat alcohol, ethanol, wordt door de lever eerst omgezet in ethanol. En dat ethanol kan in zijn beurt weer omgezet worden in glucose of in vetten. Zo'n proces heet detoxificatie. En dat doet je lever bij een heleboel verschillende stoffen. Maar alcohol was slecht voor de lever. Je krijgt eerst een vervetting van de lever en tenslotte levercirrosis. Maar veel belangrijker is dat alcohol schadelijk is voor de hersenontwikkeling van jeugdigen. Dit was hem alweer, de 16.4 Biocast.